Novo 3. Overal thuis. Nicky, wakker worden. Thank you.
steeds een beetje donker, hè? We hebben niet veel aan deze zaklampen. Ik hoor iets. Hey, kijk uit! Jullie zitten bijna het water in. Water? Ik zie helemaal geen water. Vlak voor de rivier de Styx. Sterk strandende rivier naar de hemel. Niemand heeft die overleefd als je erin valt. Naar de hemel? Deze rivier stroomt regelrecht naar de hemel. Zeker, iedereen die naar de hemel wil, moet hem oversteken. Mogen we meevaren? Dat zal helaas niet gaan. Hoezo niet? Wij zijn onderweg naar de hemel. We varen niet meer uit vandaag. Er wordt storm verwacht. Storm? Het is prachtig weer. Kijk hoe de zon schijnt. Die schijnt alleen maar zo fel omdat je er vlakbij bent. Waar vlakbij? Bij de hemel. Het is daar bij die poort. Als we zo dichtbij zijn, geven we nu niet op. Worden, want straks ga je naar de grote school en je moet nog heel vaak verliefd worden en Engels leren
en wiskunde. En je moet nog op vakantie. Of kamelen rijden door de Sahara en druiven plukken in Frankrijk. Je moet nog dansen op schoolfeesten. De laatste ruzie met je moeder goedmaken. De mail van gisteren checken. Oefenen op de piano. Naar de zwemclub. En je mag ook wel iets aan je haar doen. En je moet je kleren aangetrekken en weer gaan leven. Want je moet nu gewoon wakker worden, Nicky. Je moet nu gewoon wakker worden. Jacques Noyons en Marie-Anne Schoenke, we staan hier in het prachtige bos waar jullie de musical hebben gedraaid dit jaar. Ja. Jacques, je staat met een heel tevreden gezicht. Je kunt er ook tevreden zijn. Je hebt het zelf mee kunnen kijken. Het is natuurlijk een fantastische voorstelling in een fantastische omgeving. Ja. 12 voorstellingen in totaal. Ja. 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 Soms 3 keer per dag. Ja. Ja. Nou, altijd 3 keer per dag. Ja. En Marie-Anne, hoe kijk jij daar nou op terug? Nou, ik ben moe maar voldaan. Ja. Ja. Nee, we hebben zo geboft met het weer, dus het is echt een beetje vakantie eigenlijk ook wel. Het is hard werken, maar de plek is zo mooi. 'S Ochtends de tent open, een kopje koffie, ons klaarmaken voor de voorstellingen. Het is echt heel bijzonder. En s'avonds nog een glaasje wijn natuurlijk. Ja, uiteraard een glaasje wijn. Ja. Ja. Ja, jullie doen er ongeveer een jaar over om dat in te studeren met de kinderen. Hè? Ja. Zijn het elk jaar nieuwe kinderen of krijg je aanvulling of hoe gaat dat precies? Nou, sommige kinderen die beginnen hier als ze in groep 4 zitten, soms groep 3. En die blijven tot groep 8, want dan moeten ze doorstromen. En soms stoppen ze eerder en meestal komt er ieder jaar weer een nieuwe aanwas. Dus en vallen er ook weer af. En dus vallen er ook weer af. Dus, sommige hou je wel 6 jaar of zo. Ja. Ja. Wat mij opviel is dat het plezier spetteren van de gezichten af. Ja. En ze genieten ook enorm. Ze vinden ook de plek heel erg leuk. Dus voor het eerst dat wij echt buiten spelen. Maar dat is wel zo'n, ja, bij hun ook zo goed gevallen bij de kinderen. Echt heel leuk. Ja, openluchttheater. Heet Vught nog niet, hè? Nee. Dan moet je van de Oosterwijk naar de Rode Lelie. Ja. Ik zou zeggen, de bouwplannen stoppen en openluchttheater bouwen. Ja, het zou niet verkeerd zijn, hè? Maar ook de dynamiek van de kinderen. Omdat ze de hele tijd buiten zijn en ze kunnen spelen zoveel als ze willen. Is echt goed. Dat doet echt goed. Ja. Jacques, het is geschreven door Henry Swinkels, hè? Ja. We kennen hem natuurlijk, uit de politiek. Ja. Opvallend, hè, dat hij dan zo'n stuk kan schrijven. Ja, hij heeft dat vaker gedaan. Hij heeft met name voor een groep die vroeger Piccolino heette, heeft hij veel geschreven. En daar had hij een voorstellingje voor geschreven. En die vonden we erg interessant qua thema. En toen hebben we dat onze eigen schrijfster voorgelegd. En goh, zou jij daar een avondvullende voorstelling voor kunnen maken? En dat heeft ze gedaan en met verve moet ik zeggen. Ja. Met open ogen. En we hebben allemaal een kijkje in de hemel kunnen nemen. Hè? Ja, leuk, hè? De hemel die gecreëerd is door Nicky, hè? Want we hebben heel veel hemels natuurlijk. Maar deze was toevallig heel traditioneel wit. Ja, ik dacht dat ik zelfs iets van Jesus Christ Superstar erin terug hoorde. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, ik moet zeggen, het publiek heeft ook genoten. Ze waren enthousiast. En natuurlijk omdat het eigen kinderen zijn. Maar ook het verhaal was leuk. Het is, het is ook wel eigen tijds. Ja, het is heel bijzonder, ja. Ja. Waar je de kinderen meeneemt in dingen die thuis misschien wat minder makkelijk bespreekbaar zijn. Hè? Verdrietdingetjes en nou, zoiets als de hemel. En iedereen heeft daarmee te maken natuurlijk. En iemand die dat zijn dingen die hier zeg maar in een voorstelling, en zo hoort het ook met voorstellingen te zijn trouwens. Ja.
Hè, dat je die op tafel legt en dat je, nou ja... Een stukje dus... herkenbaarheid ook, hè? Bijvoorbeeld sociale toestanden, met name het plagen van kinderen, het pesten. Dat is zeer actueel natuurlijk, hè? En hoe dat dan op het einde mooi samenkomt. Ja, en vooral heel mooi dat ze heeft gezien dat, dat Josephine het goed heeft in de hemel. En dat ze met een gerust hart kan zeggen, oké, dan is het goed zo. En ze heeft nog een rol natuurlijk voor Nicky op het einde, hè? Ja, zeker. Ja, want ze wordt eindelijk haar beschermengel. Ja. Dat is ook prachtig gevonden natuurlijk. Ja, het is een mooie thematiek. Ja, zo'n voorstelling, ja, dat smaakt naar meer. Er komt ook meer. Er komt natuurlijk meer. Dit is, met onze musical doe je het 5 keer, maar volgens mij, Jacques, doe jij het al langer als Veug bestaat. Ja, dat denk ik niet, want dat zou ik wel heel oud moeten zijn. Ja, maar goed. Daar weet jij meer van. We gaan al lang mee. Maar we gaan wel lang mee. En we hebben natuurlijk ongelooflijk veel voorstellingen. Niet alleen met kinderen, maar ik heb natuurlijk ook heel veel met volwassenen gemaakt. Kershaal, ik had wat ervaring met openluchttheater natuurlijk. En, maar ja, het is weer net zo fijn als in de kerstzaal, we zeggen. In die zin dat het leuk is om een openluchtvoorstelling te maken. Is om de hoek nu, hè, de kerstzaal hier. Ja. Plannen voor volgend jaar al? Klein stukje vooruitkijken? Nou, we zoeken nog naar een ziek thema. We zijn een heel beetje afhankelijk natuurlijk van wat er gaat gebeuren met COVID. En of het allemaal echt minder wordt. En als het is, want het was afgelopen jaar wel een lastig jaar, hoor. Ja. Ik wil zeggen, hoe trots we zijn op de kinderen, dat ze in een jaar waarin ze gerepeteerd hebben, gezoomd thuis via de computer, buiten gerepeteerd, echt een jaar wat eigenlijk aan Florida was. Ja, dan vind ik het echt heel knap dat ze zo toch deze hele productie hebben neergezet. Ja, en natuurlijk met een beperkt aantal toeschouwers, hè? Ja. Maar dat, op een of andere manier maakt dat dit jaar niet uit. Nee. Ik hoorde niemand over. Nee. Dus iedereen heeft met open oren en open ogen gekeken en geluisterd. En genoten. Dus jullie kijken met heel veel plezier terug. Absoluut. Het zit er bijna op, nog 1 voorstelling. Ja, er komt zo een andere groep en dan draaien we er nog 2 en dan afbreken. En dan want hoeveel kinderen doen er nou in totaal mee? Ongeveer? 80. 80, 85. Ja, best veel, hè? Ja. Maar goed, jullie hebben het allemaal keurig onder controle. De kinderen hebben er veel plezier aan. De ouders, de opa's, de oma's, de neefjes, de neefjes. Daar doen ze allemaal maar wat. In deze geweldige ambiance hier bij Jagers Bos. Dus ja. Volgend jaar, op naar volgend jaar zou ik zeggen, met open ogen. Wie weet zijn we weer buiten, maar misschien ook wel gewoon binnen. We gaan het zien. We gaan het zien. Novo 3. Overal thuis.